Hey, wat heb je allemaal in je tas zitten? Laat eens kijken. Hi. Jee! Zakdoekjes. Regenjas. Bollen. En die ga je allemaal opeten vandaag? Dat weet ik niet. Hey, maar hoeveel kilometer ga je fietsen, Lars? 65 en 40. 25. Nou, dat is toch een knap end. En red je het een beetje, denk je? Ja. Ja? Nou, hey, jongen, ik zou zeggen veel plezier onderweg, hè. Met wie rij je eigenlijk samen? Mijn broertje, mijn moeder, mijn oma. Ah, dus de hele familie? Nou, niet de hele. Oh, niet de hele familie, maar wel een groot deel van de familie, hè? Ja. Nou, ik zou zeggen veel plezier vandaag. Rob van Tunen, van de Heemskerkse fietsvierdaagse. Ja. Voor de eerste keer na corona. Ja, inderdaad. We hebben 2 jaar natuurlijk niet door kunnen gaan. Dus dit jaar hebben we voor de 49ste keer fietsvierdaagse. En hoeveel deelnemers zijn er dit jaar, Rob? Nou, we hopen, ja, als ik het zo zie en wat er vanmorgen al binnenkomt, denk ik toch zo tot we naar de 350, 400. Ik hoop meer natuurlijk, maar ik denk dat het loopt nog steeds goed binnen. Ja, met hoeveel man organiseren jullie deze vierdaagse eigenlijk? We hebben zo'n 10, 12 man. Ja, want wat zijn hun taken dan zo door de dag? Nou, door de dag, we gaan natuurlijk zo en zo naar 3 posten. Dat gaat 2, 3 man per post. Dus er zijn al 8 man, die zijn nu al weg naar de posten om te stempelen. En dus we blijven dan hier nog met 4, met z'n 4 zo een beetje achter. Als er wat gebeurt onderweg, ja, dan kan iemand vallen natuurlijk of wat ook. En een wezenwagen hebben we hier ook voor eventuele pech of onderweg. Dat ze altijd opgehaald kunnen worden. Hoeveel kilometers fietsen ze nu zo per dag? Ja, 25 kilometer is er, 40 kilometer en de 60. En de 40 kilometer, die wordt het meest gefietst. Hoe zijn de weersverwachtingen? Nou, dit is fantastisch. Familie Zonneveld, goedemorgen. Goedemorgen. Waar komt u vandaan? Uit Noordwijk. Ja, ik zag u net de fietsen afladen van de auto. Ik denk, ik ga eens even vragen waar ze vandaan komen. Ja, wij ook langs de kust natuurlijk. Dus we hebben een maand geleden in Otterlo gefietst. En toen zagen we Heemskerk. Zeg, daar gaan we eens een keer de andere kant op, in Noord-Holland. Want u bent notoire fietsers? Ja, wij fietsen heel veel. Ja, hoeveel kilometer gaat u fietsen? 40 kilometer. 40 kilometer. Ja. Nou, u hebt in ieder geval het weer mee, hè? Ja, hier wel, maar vanmorgen in Noordwijk regende het. Maar mannen, hoe gaat het vanmorgen? Het gaat redelijk. We zitten op ruim 330 inschrijvingen, dus het gaat lekker. En wat is nou de meest gevraagde route? 40 en 60. Maar jullie vermaken hier wel zo? Ja hoor, het is weer een soort reunietje. Het is na 3 jaar mogen we allemaal weer. En ja, iedereen is enthousiast en blij dat het weer mag. Dus jullie zien allemaal oude bekenden langskomen? Deze meneer zeker. Het is voor mij de eerste keer dat ik hier ben. Oké. En je collega, doet hij het al langer? Nou, deze doet het al een behoorlijke tijd al. En wat is een behoorlijke tijd al? Ik denk dat het meer zo'n beetje rond dik 12 jaar al is. En het fietsen zelf, het is ik weet niet eens welke editie het nu is, maar ik zit over de... De 49ste heb ik gehoord. 49, nou dat is ongeveer 3 eraf. Dus ik heb alle edities gereden. Ja, ja. Dus volgend jaar de 50ste? 50, en voor mij is dan in de buurt van 45 dat ik hem gereden heb. Ah, oké. Okay. Nou mannen, leuk dat jullie het willen doen. Want het geeft een hele hoop mensen veel plezier, geloof ik. Zeer zeker. Okay. We zien er toch dat de animo wel aardig toegenomen is. Nou, heel erg leuk. Nogmaals bedankt en veel succes vandaag. Met wie heb ik het genoegen? Het is de familie van Beelen met de kleinkinderen. Familie van Beelen. En hoeveel kilometer fietsen jullie vandaag? 40. Ik ben niet echt fietser. Ik fiets van dit jaar voor het eerst. Sinds jaren fiets ik mee. Is het een beetje gezellig met opa en oma, zo'n dagje fietsen? Ja.
Oh, ja. Ja, goed zo. Zeker zeg, weten leuk, ja. Is het wel leuk? En hebben ze altijd lekkere dingen mee voor onderweg? Ja, dat is altijd de vraag, hè. Dus... Altijd een verrassing. Ja. En fietsen jullie alle vier de dagen of één dag? Ik denk wel alle vier, ja. Alle vier. Nou, geef je microfoon eens over aan je zuster. Vind jij het ook nog steeds leuk? Ja. Ja? Ja. En voor hoeveelste keer is het voor jullie eigenlijk, jongens? Vijfde, zesde keer. En fietsen jullie altijd 40 kilometer? Nee, we fietsen eigenlijk altijd de 25 en dit is dan de eerste keer. De eerste keer 40. Dus dat wordt vanavond een klein beetje zadelpijn misschien? Nou, valt wel mee. Het valt wel mee? Dat wel. Nou, geef de microfoon even door. Oma, is het leuk met die kleinkinderen? Ja, leuk. Zeker weten. Vannacht thuis gekomen van vakantie en nu gaan ze mee fietsen. Dus, kijk, hey, dat doen jullie goed jongens. Hey, en fietsen jullie nou dat hele stuk in één keer door? Even stoppen, hè? Ja, ja, ja. Ja, dat is waar natuurlijk. En er zijn misschien wel leuke dingen onderweg, hè? Jawel, we zien wel waar we terechtkomen. Oké. Nou, ik wens jullie allemaal veel plezier vandaag.